Oké, welkom allemaal. Bij dit presentatie wordt het fokkerijonderzoek behoud van het Friese paard. In dit fokkerijonderzoek willen wij voornamelijk selecteren tegen de erfelijke gebreken met behoud van genetische diversiteit binnen het Friese paard. Ik zal ons eerst even kort introduceren wie wij zijn. Dan zal ik ingaan op de aanleiding van dit onderzoek en daarna op de inhoud van het onderzoek. Wie zijn wij? Ik ben Marije Steensma. Ik heb de bachelor en de master in dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit gedaan. Ik ben vorig jaar afgestudeerd en toen werkzaam bij de Universiteit van Wageningen. Daarnaast heb ik een passie voor de Friese paardenfokkerij en fok ik samen met mijn vader nu op dit moment 1 Fries veulen per jaar. In dit onderzoek, waar ik me voornamelijk mee bezig zou houden, dit duurt 4 jaar en daar word ik begeleid door 3 onderzoekers van Wageningen. Doet het niet? Hij zit onder de tafel. Oh, ja. Oké. Oké. Nou ja, hij doet het nu. Ja. daarmee word ik begeleid door Bart Ducro, die zit hier ook. Dus die is straks ook bereid om vragen voor u te beantwoorden. Die is gespecialiseerd in de paardenfokkerij en de populatiegenetica. Daarnaast zijn ook Harmen Doekes en Martijn Derks betrokken bij dit onderzoek vanuit Wageningen. Die zijn hier nu niet aanwezig. Maar Harmen Doekes is gespecialiseerd in het inteeltmanagement en Martijn Derks in de genomica. Dus eigenlijk alles wat met de DNA te maken heeft en het aflezen van het DNA daarvan. Dit onderzoek is een samenwerking met het KFPS en ook met het Dr. van Haringen Laboratorium. Dat zit ook in Wageningen en die voert afstammingscontroles uit. Niet alleen van paarden, maar bijvoorbeeld ook van koeien en varkens. En ook doen zij de DNA-testen, dus zij identificeren de dragers van het waterhoofd en van het dwerggen. En voeren zij genotyperingen uit, waar ik later in deze presentatie nog op terug zal komen. Eerst de aanleiding van het onderzoek, waarom is het nu van belang? Zoals sommigen van jullie weten, het Friese paard dat kampt met inteelt en lage genetische diversiteit. En de Friese paardenpopulatie is door meerdere genetische flessenhalzen geweest, zogenoemde bottlenecks. Wat houdt dat in? Zoals hier zien, dit is dan de flessenhals. Dat betekent eigenlijk een inkrimping van de populatie en daarna weer een stijging van de populatie. Wat je hier ziet, en eigenlijk is daardoor een heel deel van de genetische diversiteit verloren gegaan. Bij het Friese paard is het zo dat begin 20e eeuw waren er nog maar 500 fokmerries en 3 stamboekhengsten. En de huidige populatie bestaat uit ongeveer 8000 fokmerries en 100 stamboekhengsten. Dus eigenlijk hebben die 500 fokmerries en 3 stamboekhengsten van begin 20e eeuw de huidige populatie gevormd. Dus daardoor lijkt de huidige populatie, delen deels eenzelfde DNA en hebben dus minder genetische diversiteit. Daarnaast is het stamboek een gesloten populatie voor meerdere decennia. Dat houdt dus in dat er geen rassen van buitenaf in mogen komen. Dus dat je niet dekt met andere rassen dan Fries. Hoe is die populatie met andere fokmerries? Waar is die samengesteld? Dus dat zijn dan alleen de professionele fokkers? Of ook recreatieve fokkers? Dit is alles bij elkaar. Alles bij elkaar? Ja. Ja, merries die beschikbaar zijn voor de fokkerij. En dat zal misschien nu nog wel iets meer zijn, maar ja, ze worden niet allemaal ingezet. Daarnaast is er ook intensief gebruik van een beperkt aantal populaire hengsten. En daardoor wordt ook dus de genetische diversiteit wordt ook beperkt. Wat weten we tot nu toe? Het KFPS heeft eigenlijk over de jaren en over de generaties heen best wel goed de stambomen geregistreerd. Dus daardoor kunnen wij op basis van stamboominformatie de inteeltoename per generatie berekenen. Wat houdt dat in? De inteeltoename is eigenlijk de toename in gemiddeld inteeltniveau per generatie. En over een generatie van paarden wordt dus per 10 jaar gesproken. Wat we hier zien, er zijn een aantal richtlijnen van het FAO opgesteld. En dat is eigenlijk wanneer een inteeltoename hoger dan 1% is per generatie, dus per 10 jaar, dan is dat gevaarlijk. En dat betekent dus eigenlijk dat er een hoge kans is
op erfelijke gebreken en is ook gevaarlijk voor het voortbestaan van de populatie. Een inteeltoename tussen de 0,5 en 1% is hoog, dus dan is er een hoge kans op het ontstaan van erfelijke gebreken. Tussen de 0,25 en 0,5 is matig en lager dan 0,25% inteeltoename per generatie is eigenlijk het mooist. Waar we nu op focussen is een inteeltoename lager dan 1% en eigenlijk het liefste nog lager dan 0,5%. Wat we zien binnen de Friese is eigenlijk dat het een aantal generaties veel te hoog is geweest. Dus met rood weergegeven. Toen was de intelt toename per generatie hoger dan 1%. En daardoor is dus ook een hele hoge kans geweest op het ontstaan van die erfelijke gebreken. We zien de laatste twee generaties, dus de laatste 20 jaar, is de inteltoename beperkt. Dus lager dan die 1%, maar eigenlijk nog steeds een beetje te hoog. Je kan ook zien dat eigenlijk vanaf 1920 is er alleen maar een stijging in inteelt per generatie. Wat wil dat zeggen? Dat betekent niet dat het per se heel slecht is. Maar zolang die inteelttoename een beetje beperkt blijft, dus eigenlijk lager dan de 1% of 0,5%, dan is er dus ook kans voor de populatie om te herstellen. Dus dat er ook door nieuwe mutaties weer nieuwe variatie binnenkomt. Wat is inteelt nu precies? Inteelt is het paren van verwante dieren. Die hebben minimaal één dezelfde voorouder en delen deels hetzelfde DNA. Zoals we hier kunnen zien, dit zijn ouders, neem dit de hengst en dit de merrie. Die hebben, paarden hebben 20.000 genen en voor elk gen bestaat uit twee allelen. Dus neem dit allel 1 en dit allel 2. Als die ouders nu verwant aan elkaar zijn, dan delen zij dus een voorouder een aantal x-generaties terug. En dan kan het dus voorkomen dat die beide ouders voor een bepaald gen deels dezelfde DNA-informatie bevatten. Dus stel die voorouders hebben dezelfde voorouder, dan kan het dus zijn dat de hengst en zowel de merrie deels, dus hier weer geen met rood, dezelfde DNA-informatie bevatten. Als die verwante ouders daar gaan paren, dan ontstaan er nakomelingen. En dan vererft eigenlijk elke ouder één allel voor een bepaald gen aan die nakomeling. Het kan dus zo zijn dat die nakomeling het donkerblauwe allel van ouder 1 krijgt en het lichtblauwe van ouder 2. Daar heb je dus een heterozygote nakomeling. Die heeft dus niet hetzelfde DNA voor dat bepaalde gen van de ouders. Maar het kan ook zijn dat ouder 1 het rode allel doorgeeft. Nee ook. Dus dan krijgt die nakomeling zowel hetzelfde DNA van vader als moeder. En dat betekent dus homozygoot. Dus een nakomeling deelt dezelfde DNA-informatie. Is het ook wat het KPS bestaat op een lijn en teelt? Minimaal één dezelfde voorouder? Nee, dat is... Lijmenteelt, dat er wel een soort van inteelt in dezelfde familie optreedt, over meerdere generaties. Maar meerdere generaties dan één. Ja, ja. Het leidt ook tot inteelt. Dus hetzelfde principe telt. Ja. Daarnaast weten we ook dat eigenlijk iedereen, zowel de mens als het dier en dus ook het paard, fouten in het DNA heeft. Dat is ongeveer 3% van de genen. En die foutjes worden dus ook nagegeven aan de nakomelingen. Er is een zeer kleine kans dat dus dezelfde fouten voorkomen in een nakomeling als de ouders niet verwant zijn. Want elk dier heeft foutjes op een ander gen zitten. Maar verwante ouders hebben dus dezelfde fouten. En daardoor kan het dus risico's zijn op het optreden van erfelijke gebreken. Neem bijvoorbeeld dit dier. Dit heeft weer twee allelen. Dus zowel een gezond allel hier weergegeven met grote A. En een schadelijk allel hier weer met kleine A en het rood. Dit paard is gezond, omdat meestal die schadelijke allelen, die komen dus pas tot uiting. Dus er is pas een erfelijk gebrek aanwezig als het dier zowel twee van die schadelijke allelen heeft. En hier heeft hij één gezond en één schadelijk allel. Maar stel nou dat twee verwante dieren met elkaar paren, dan kan het dus zijn dat zij dezelfde foutjes met zich meedragen. Dus kan het uiten dat een nakomeling van die verwante dieren zowel het schadelijke allel van ouder 1 als van ouder 2 overerft. En dan kan er dus zo'n erfelijk gebrek tot uiting komen. Inteelt leidt dus tot expressie van erfelijke gebreken, maar ook tot inteeltdepressie, dat is dus onder andere verminderde vruchtbaarheid, duurzaamheid en ook een lagere levensverwachting.
En dus ook dat minder genetische diversiteit. Want als dieren deels hetzelfde DNA bevatten, dan zijn ze ook minder genetisch divers. En daar wordt dus ook de genetische vooruitgang in de populatie beperkt. Helaas zijn we binnen het visbaar dus ook al bekend met een aantal erfelijke gebreken. Zoals het dwergfactor en waterhoofd. Ik denk dat de meeste van jullie die wel kennen. Maar ook dysstygiasis. En dat is eigenlijk dat de haren op de ooglidrand van het paard groeien. En daardoor kan het paard ook enkele beschadigingen aan het oog tot zelfs blind worden. Deze drie afwijkingen zijn monogeen recessief. Dat houdt dus in dat die afwijkingen alleen tot expressie komen als een nakomeling zowel schadelijk allel van vader als van moeder heeft overgeërfd. Dat is ook hier te zien. Dat zou de hengst en de merrie drager moeten zijn. Dus ze hebben dan één mutant schadelijk allel en één gezond allel. En de merrie heeft ook één schadelijk en één gezond allel. En als die dan met elkaar paren, wordt dus één van die twee allelen wordt dus random overgeërfd. Dus kan het dus zijn dat zowel het gezonde allel van hengst als merrie wordt overgeërfd. Dan heb je dus gewoon een gezond dier dat vrij is van het dragerschap. Het kan ook zijn dat een nakomeling van de hengst het schadelijke allel overerft en van de merrie het gezonde allel, of net andersom. Dan heb je een dier dat drager is. Dus die draagt het schadelijke allel, maar die heeft dus nog niet het erfelijke gebrek. Pas als de hengst en de merrie het schadelijke allel doorgeven aan een nakomeling, dan komt het erfelijke gebrek tot uiting. En voor deze drie erfelijke gebreken zijn dus DNA-testen ontwikkeld. Dus is het mogelijk om het dragerschap van de hengst of van de merrie vast te stellen. Dus zolang er dan geen risicoparingen, dus drager met drager, gedaan worden, dan is er in principe, zijn deze erfelijke gebreken best wel controleerbaar binnen de populatie. Ja? Nee, dat doen ze nog niet. Nee. Nee, omdat dwergfactor en waterhoofd, dat is ook echt dodelijk. Dysstygiasis niet, maar misschien in de toekomst dat ze daar wel op testen. Nee, klopt. Maar dit is na enkele jaren terug onderzocht. Ja. Ja. Maar misschien komt dat in de toekomst dat ze dat ook testen. Alleen zijn we er nog niet, want er komen dus meer inteltproblemen aan het licht. De meest bekende die nu spelen zijn slokdarmverwijding en aortaruptuur. Slokdarmverwijding is eigenlijk het wijder en slapper worden van de slokdarm. Daardoor kan de voedselproppen niet goed naar de maag ledigen. En aortaruptuur is een scheur van de aorta. Wat opvallend is, want deze problemen komen dus ook bij de mens voor en ook bij andere paardenrassen. Maar het opvallende in de vries, dat slokdarmverwijding altijd op precies dezelfde plek voorkomt, ergens aan het einde van de slokdarm. En de aortaruptuur komt ook altijd precies dezelfde scheur, komt altijd op precies dezelfde plek binnen. En daardoor deed dus het vermoeden dat dit dus een genetische achtergrond heeft. Alleen is dit veel lastiger te testen dan bijvoorbeeld het dwerg en een waterhoofd. Want stel, je veulen komt ter wereld, dan kun je gelijk zien, oké, het is een dwerg of een waterhoofdveulen. Maar deze problemen spelen zich binnenin, dus dat kun je niet van buiten zien. En het kan ook best zijn dat het paard het eerste 10 jaar gezond leeft en dat dan pas slokdarmverwijding of een aortaruptuur tot stand komt. Daarnaast hebben we ook maagruptuur, dat is een scheur van de maag. En bestaan er vermoedens dat door inteelt ook het Friese paard problemen heeft met de vruchtbaarheid. Maar onderzoeken hebben dat nog niet aan kunnen tonen. Waar ze nu dus mee bezig zijn, het is een onderzoek in Amerika. Dat is samen met de Fenway Foundation en de Universiteit van Kentucky. Dat is het zoeken naar de genetische achtergrond van eerst slokdarmverwijding en later willen ze ook de aortaruptuur en de maagruptuur gaan onderzoeken. Dit is dus niet ons onderzoek, maar dit onderzoek is in Amerika aan de gang en daarbij wisselen ook resultaten uit. Wat ze nu denken is dat het monogeen recessief is. Dus het komt alleen tot uiting als het zowel van de vader als moeder het schadelijke allel heeft overgeërfd. En dat het incompleet penetrant is. Dat betekent dat sommige dieren die beide schadelijke allelen hebben, dus dan zou je zeggen het komt tot expressie, dat het niet aan licht komt. Dus sommige dieren hebben de schadelijke mutant, maar leven gewoon gezond.
Ze weten nog niet precies hoe dat in elkaar zit. Het kan best zijn dat die gezonde dieren na enkele jaren toch nog iets van slokdarmverwijding laten zien, maar op dat moment nog gezond zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het te maken heeft met de voeding. Een dier dat bijvoorbeeld in het gras staat. Gras is natuurlijk veel makkelijker door een slokdarm dan bijvoorbeeld hooi. Dus een dier dat bijvoorbeeld op gras staat, kan het niet laten tonen. Maar misschien als dat dier later hooi eet, dat dat wel tot licht komt. Maar dat weten ze nu nog niet. En er is een hele ruwe aanname dat meer dan 50% van de Friese paarden dragers is. Dit is een ruwe aanname, dit weten ze nog niet zeker. En dit gaan wij onder meer in ons onderzoek vaststellen. Al deze drie dingen, het kan nog veranderen, want ze zijn er nog mee bezig. En straks om 3 uur zal ook Enzi van de Fenway Foundation zal hier een update over geven. Maar dat geeft wel de aanleiding dat er wel echt iets moet gebeuren binnen het Friese paardenras. Ja? Ja. Ze zijn er nog niet achter wat het genetisch is. In Amerika hebben ze nu alleen de veulens gedaan, dus echt de jonge paarden. Want je ziet inderdaad, als ze van het spenen naar vastvoer gaan, dat het dan heel vaak optreedt. Die hebben ze onderzocht en ze zijn er nog niet echt achter wat het precies is. Oude paarden hebben ze nog niet onderzocht, maar ze zijn dus eerst bezig met de jonge paarden. En stel ze hebben dat, dan gaan ze dus ook kijken, is dat precies hetzelfde probleem in de oudere paarden of is dat een andere achtergrond? Ja, dat is een aanname, dat weten we nog niet zeker. Maar, ja, dat komt echt door inteelt en dat alle paarden deels hetzelfde DNA bevatten. Maar er was nooit ergens een signaal geweest dat daar iets niet goed ging? Ze zijn er al een aantal jaar mee bezig. 10 jaar terug constateerden de dieren dat ze het al. Dus toen waren ze er al mee bezig, maar omdat het zo lastig is te onderzoeken, hebben ze wel maar een lijstje bijgehouden, maar het is niet zo 1, 2, 3 eenvoudig om echt genetische achtergrond daarvan te vinden. Dat zou kunnen, ja. Ik zie dat Bart volgens mij heel graag beantwoorden. Ik heb ook iets met kippen gedaan, dus ik weet er iets van. Vandaar dat ik... kippen die kunnen veel beter tegen inteelt. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal vanuit de evolutie, dat zij eigenlijk veel meer generaties... Dank je. Ze hebben inderdaad, kippen hebben veel meer generaties van selectie gehad. En bij die selectie die in kip is gebeurd, is er heel veel van die, noem het maar verkeerde genen, zijn er uitgeselecteerd. En daardoor kan je in kippen een veel hogere inteeltrelatie krijgen. Maar vergis je niet, elk ras kippen wat wij hier zien, bestaan, en dat door inteelt is ontstaan, zijn er 80 voor de kapot gegaan van die rassen. Dus, en dat is die, ja, dat zien we veel minder, letten we veel minder op dan bij paarden. Dat is voornamelijk de belangrijkste reden. Ja? Verwachten jullie een kausaal genetisch verband in één gen, meerdere genen, of misschien wel meerdere mutaties in een groep? Het kan van alles zijn. Ze zijn, nee, maar ik zal straks de inhoud van het onderzoek, daar gaan we dus ook echt kijken, omdat heel veel ziektes, zoals slokdarmverwijding en de orthoreptuur, zijn collageen gerelateerd. Ja, dus wij verwachten misschien wel dat ze wel echt met elkaar te maken hebben. En dat is dus ook afwachtend van het onderzoek in Amerika. Om 3 uur gaat zij die presentatie in het Engels geven. Misschien zegt ze er dan ook wel meer over, maar het zou best kunnen dat meerdere mutaties daar een rol bij spelen, ja. Dat weten we nu nog niet, nee. Ja, dat is eigenlijk... Relateert aan heel veel problemen. Ja. En dan moet je kijken, hoe kan het bindweefselprobleem misschien sterker maken? Ja, dat is... Dat is naar mijn inziens niet mogelijk binnen het eigen Friese ras.
Nee, en dat is eigenlijk ook waar ons onderzoek over gaat. Wij gaan eerst echt alles uitzoeken, dus alle frequenties bepalen, de relaties daarvan. En daar gaan we echt kijken, hoe kunnen we dit oplossen binnen het Friese ras? Of zou er ook echt iets van uitkruising moeten gebeuren? Dat zou een optie kunnen zijn, ja. Maar dat ga ik nu vertellen. Ja, dus ons plan is eigenlijk een genetisch managementplan. Daarbij willen we dus selecteren tegen de erfelijke gebreken binnen het Friese ras. En ook het voorkomen van ontstaan van nieuwe gebreken. Omdat er nog steeds inteelt is, is dus ook nog steeds een kans dat nieuwe gebreken ontstaan. Daarmee willen we ook de genetische diversiteit behouden. Die is natuurlijk erg belangrijk en ook voor de genetische vooruitgang binnen de populatie. En de gezondheid van de Fries staat natuurlijk voorop. Dit willen we eigenlijk allemaal tegelijkertijd doen. En dat is niet 1, 2, 3 heel simpel. Maar daarvoor gaan we dus dit plan opstellen. En daarbij vragen we ons ook af, is een zuiver ras nog haalbaar? Dus hoeveel genetische diversiteit is er nog over? Om dus de problemen, om het zomaar te zeggen, op te lossen. En daarbij moeten we ook gaan kijken wat zo uitkruisen kunnen bijdragen. Maar daarvoor moeten we dus eerst die hele huidige situatie in kaart brengen. En dat gaan wij dus doen in dit onderzoek, echt alles in kaart brengen wat er, dat gaan we dus doen in 4 stappen. Het onderzoek duurt dus 4 jaar, dus eigenlijk, ja, heel simpel gezien kunnen we zeggen, elke stap duurt ongeveer 1 jaar. Daarmee willen we eerst de huidige genetische diversiteit bepalen. Ik ga hier zo, voor elke stap ga ik er duidelijk op in. Dan willen we een ras-specifiek referentiegenoom ontwikkelen. Daarna willen we verborgen letale, dus niet levensvatbare mutaties onderzoeken. En de huidige status van alle bekende en verborgen gebreken vaststellen. En met al die informatie kunnen we dus echt een plan opstellen waar we dus gaan selecteren tegen die erfelijke gebreken, het ontstaan van nieuwe gebreken en dus met behoud van genetische diversiteit. Wat we eerst gaan doen is de huidige genetische diversiteit bepalen op DNA-niveau. Daarmee gaan we kijken, is er nog voldoende genetische diversiteit in het ras om de problemen op te lossen? We gaan kijken hoeveel procent van het DNA is homozygoot. Dus hoeveel procent van het DNA is afkomstig van zowel vader als moeder. En we gaan de inteeltstatus op basis van het DNA berekenen. Die inteeltstatus is nu al gedaan op stamboom. Maar dan heb je bijvoorbeeld voor broer- en zuscombinatie krijg je altijd precies hetzelfde percentage inteelt. Maar op basis van DNA kun je ook echt precies zien hoeveel van het DNA lijkt op elkaar. En dan kun je dus ook verschillende inteeltstatussen krijgen voor verschillende broer- en zusparingen. En we gaan kijken hoe is de genetische diversiteit verdeeld in het ras. Zit er bijvoorbeeld verschil in fokdoel? Zijn bijvoorbeeld paren geselecteerd voor exterieur? Zijn die genetisch verschillend voor paren geselecteerd voor de sport? En hoe gaan we daar dan mee om? Om hoe we dat gaan doen, ga ik eerst even kort in op hoe het paardengenoom eruit ziet. Het paard heeft 64 chromosomen. Dat zijn dus deze dingen. En die zijn opgebouwd uit 3 miljard bazenparen, dus de A, C, T en G'tjes. En hierover liggen allemaal genen en het paard heeft in totaal 20.000 genen. En dan genetische variatie tussen dieren is eigenlijk de variatie in deze bazenpaarpatronen. Hoe gaan we nu de genetische diversiteit bepalen? Om echt 3 miljard bazenpaarpatronen af te lezen, dat is heel veel en dat is ook niet nodig. Daarvoor hebben we dus verschillende merkers. Die worden SNPs genoemd. Dat zijn in het Engels single nucleotide polymorphisms. En dat zijn eigenlijk een variatie in één bazenpaar. Zoals hier voor bijvoorbeeld 3 paarden weergegeven. Het ene paard heeft hier een A zitten, het andere paard een G en het andere paard een T. En die SNPs geven eigenlijk een samenvatting van de omliggende variatie. Stel deze SNP, dus deze merker is anders. Dan verwachten we ook dat de omliggende bazenparen verschillend zijn, omdat niet één SNP wordt overgeërfd, dus één bazenpaar wordt overgeërfd, maar eigenlijk delen van bazenparen worden overgeërfd naar de nakomeling. En die SNPs, dat kun je dus eigenlijk zien als vlaggetjes op het genoom, die dan kleuren weergeven waar de variatie zit. Wat gaan we daarvoor gebruiken? Dat is dus de Illumina BeatChip 80K. En die 80K betekent dus dat wij 80.000 bazenparen op het genoom gaan aflezen. Dus niet de 3 miljard die er zijn, maar van 80.000 bazenparen gaan we het genoom aflezen. En daarmee kunnen wij dus die variatie in kaart brengen.
Dit zal gedaan worden door VHL Genetics. Zoals ik al zei, dat is een van onze partners en die kan dus die SNP-genotyperingen uitvoeren. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we eigenlijk voor elk individu, dus voor elk paard, krijgen we een lijstje met A, C, T en G'tjes, waar we dus ook de variatie voor elk dier kunnen zien. En dan bijvoorbeeld voor deze locatie kunnen we zien dat individu 1 homozygoot is voor de G, dus heeft zowel de G van de vader als van de moeder. Individu 2 is heterozygoot, die heeft een A en G. Individu 3 heeft 2 A'tjes en individu 4 heeft een G en een A. En daarmee kun je dus de variatie binnen het dier en tussen de dieren aflezen. Daarbij geldt dus van hoe meer dieren we dus die 80.000 SNP-data hebben, hoe beter we de genetische diversiteit in kaart kunnen brengen. Van 10 dieren, 10 veulens, hebben we natuurlijk, kunnen we niet iets zeggen over de hele genetische diversiteit binnen de populatie. Daarom is het doel van KFPS, en dat is eigenlijk nu ook doorgevoerd, dat alle veulens vanaf 2023... die 80.000 SNP-data wordt afgelezen. Dus ja, er worden ongeveer 3500 tot 4000 veulens per jaar geboren. Dus al die SNP-data krijgen wij binnen en daarmee kunnen wij dus een goed beeld van de genetische diversiteit krijgen. Nee, alle geboren veulens. Daar hebben we dus 80.000 SNP-data van die 3500 veulens in het eerste jaar, nou ja, 7000, 8000 in het tweede jaar. En dan kunnen wij dus ook informatie geven op de inteeltstatus op basis van het DNA in plaats van op de stamboom. Dus dat zal dus veel accurater zijn. Geven we ook informatie over de huidige genetische diversiteit. En kunnen we dus kijken hoeveel ruimte is er nog binnen het Friese ras om, dus die, om met die afwijkingen om te gaan. Dat was dus stap 1, daar hebben we de huidige genetische diversiteit bepaald. Dan willen we dus kijken naar de erfelijke mutaties binnen het ras. Daarvoor gaan we dus eerst een ras-specifiek referentiegenoom ontwikkelen. Dit is best lastig als je niet in de genetica zit, dus ik snap best dat het niet begrepen wordt, maar ik ga het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Een genoom is eigenlijk een verzameling van alle genen binnen een dier, dus al die 64 chromosomen en al die 20.000 genen bij elkaar. Dan willen wij dus een referentiegenoom maken. Dat houdt dus in dat dat vergelijkingsmateriaal is voor het DNA van elk individu. Dus een referentiegenoom, als dat wordt gemaakt, bestaat uit kleine stukjes. Dat wordt aan elkaar geplakt en dit wordt dan, dient dan als vergelijkingsmateriaal voor het DNA dat beschikbaar is van elk Fries anderras. Dus dat wordt hier wordt dat vergeleken met het DNA van bijvoorbeeld een ander paard. Waarom willen we dit gaan doen? Het huidige referentiegenoom is van een volbloedpaard. En het is bekend dat het DNA van een volbloedpaard en een Fries erg verschillen. Het Fries verschilt sowieso heel erg met andere paardenrassen. Maar doordat het nu van een volbloedpaard is, kunnen wij dus ras-specifieke variatie binnen het Friese ras niet in kaart brengen. Als we bijvoorbeeld teruggaan en dit oranje referentiegenoom, dus het vergelijkingsmateriaal, is van een volbloedpaard. En we vergelijken het DNA van een Fries van, dan kunt u wel nagaan dat we niet alle variatie binnen het Friese ras in kaart kunnen brengen. Omdat we vergelijken met een ander paardenras. Ga je dat genoom dan bekijken aan de hand van die 80.000 SNPs? Nee, we gaan echt een referentiegenoom, dat is de volgende slide, gaan we een bloedmonster nemen van een van de meest invloedrijke hengsten. En dat is dus een hengst die in leven moet zijn, want het is bloed. En het moet ook een oudere hengst zijn, omdat hij al veel nakomelingen heeft. Dus die staat veel beter representatief voor de populatie. En daarmee gaan we dus een referentiegenoom maken. Ja. Hoeveel van het totale pakket van die 3 miljard baaspaarden ga je dan allemaal uitzoeken? Nee, zoals ik zei, die 3 miljard is niet nodig, maar we gaan dus 80.000, dus 80.000 bazenparen aflezen. Ja, en die gebruik je voor je standaard genoom. En het referentiegenoom. Dat wordt niet op die 80.000. Nee. Veel meer. Ja. Ja, wel ook niet 3 miljard. Nee, dat niet. Nee. Het hele stukje, daar weten we van, daar zit geen variatie in. Dat is voor elk paard hetzelfde. Ja. Voor elk zoogdier is dat hetzelfde. Dus daar kijken we dan niet naar.
dan zit je ongeveer, denk ik, op een tientallen miljoen basis. Ja. Dan hebben we dus het referentie genomen op basis van één invloedrijk dier met bloed. Maar dus voor een hoge kwaliteit en voor dus een representatief referentie genomen, want dat moet dus dienen voor de hele populatie, voegen we dus nog, dat heet whole genome sequencing, dat is dus hele genoominformatie, toe van 50 stamboekhengsten. En doordat we die informatie toevoegen aan het referentiegenoom van één invloedrijk dier, krijgen we dus een heel goed beeld en heel goed vergelijkingsmateriaal wat we dus kunnen gebruiken voor alle Friese paarden en het DNA daarvan. Dit kost wel meer dan de 80.000 snips die wij van alle veulens gaan doen. Maar we hebben wel het hele genoom in beeld. Voor de genetische diversiteit zijn dus die 80.000 snips voldoende. Alleen voor echt dat referentiegenoom en echt dat vergelijkingsmateriaal hebben we dus echt het hele genoom in beeld nodig. Daar hebben we de genetische diversiteit bepaald en dus zo'n referentiegenoom ontwikkeld. Dan de volgende stap is het detecteren van verborgen letale mutaties. Dit zijn eigenlijk verborgen schadelijke mutaties die niet levensvatbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een te vroeg verworpen veulen, een veulen dat dood wordt geboren. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een bepaalde combinatie tussen hengst en merrie, dat die niet drachtig wil worden, omdat er misschien iets letaals aan de hand is. Hoe gaan we dit testen? Dit doen we door afwezigheid van homozygote dieren. Zoals ik zei, het paard heeft 20.000 genen en elk gen bestaat dus uit twee allelen. Hier weergegeven met grote A en kleine A. En je verwacht dus dat voor een bepaald gen alle combinaties van allelen aanwezig zijn. Dus je verwacht grote A, grote A. Je verwacht grote A, kleine A of andersom. En je verwacht ook een kleine A, kleine A. Dus je verwacht al die combinaties. Maar stel nou dat er één van die allelen schadelijk is en niet levensvatbaar is. Dus dat dat gewoon niet tot leven kan zijn. Dan vind je die bepaalde combinatie vind je niet terug in de nakomelingen. Die vind je niet in de populatie, omdat die simpelweg niet levensvatbaar zijn. Dus stel deze kleine A is schadelijk voor een bepaald gen. En nou ja, dan gaan we dus op zoek naar afwezigheid van die homozygote dieren. Dus als voor een bepaald gen deze kleine a nooit voorkomt, dan kunnen wij dus denken, oké, hier is iets aan de hand dat leidt tot niet levensvatbaarheid. Als je dan bijvoorbeeld 10 dieren genotypeert, dan is de kans best groot dat je gewoon bij toeval die kleine a nooit vindt. Maar als we dan die 80.000 basisparen gebruiken van alle veulens, dus van alle veulens van 2023 en later ook van 2024, dus dan hebben we rond de 7.000, 8.000 veulens genotype data van. Als we dan nooit zo'n kleine a vinden voor een bepaald gen, dan is de kans best groot dat dat leidt tot iets niet levensvatbaars. En daarvoor hebben we dus ook zoveel genotype data nodig om ook echt met zekerheid te zeggen dat het iets letaals is. En dan met de hand van het referentiegenoom kunnen we dus ook kijken, oké, waar ligt dat niet levensvatbare allel en welke genen zijn daarbij betrokken. En onze partner VHL Genetics kan dus dan genetische testen ontwikkelen voor letale mutaties. Waarmee dus op basis van die 80.000 snipdata kunnen we ook zeggen, oké, deze veulens hebben deze mutatie en die veulens niet. Net zoals bij het dragerschap van waterhoofd en dwerggen zal dat er worden gedaan. Dan stap 4, als we dan alles in beeld hebben, dus ook verborgen letale mutaties hebben ontdekt. Dan kunnen we dus de huidige status van bekende en verborgen erfelijke gebreken in kaart brengen. Dan gaan we dus doen aan de hand van de frequenties bepalen van alle bekende en verborgen gebreken. En daarbij willen we dus ook zien, zijn schadelijk allelen gelinkt aan positieve eigenschappen? Dat wordt gespeculeerd, dat weten we nog niet zeker. Maar het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een Friese drager van het waterhoofdgen misschien wat beter presteert in de sport. Dat dat gelinkt aan elkaar is. En als dat zo is, dan moeten we dus ook weer rekening mee houden. Gaan we selecteren tegen het waterhoofd en selecteer je ook automatisch tegen de sport. Ja? Ja, we gaan het eerst uitzoeken en stel wij vinden iets, dan wordt het overlegd met KFPS. En dan
als dan een genetische test ontwikkeld is, dus als we echt kunnen identificeren welke veulens dragers zijn en niet, dan wordt dat ook naar buiten gebracht. Dus dan krijgt de eigenaar dat ook te weten. Ja. En we weten dus ook dat de meeste afwijkingen bindweefselaandoeningen zijn, dus te maken hebben met het collageen. En daarbij willen we dus ook kijken, wat we vermoeden is dat sommige afwijkingen gelinkt zijn aan elkaar, maar hoe dat precies in elkaar zit, dat weten we nog niet. En we willen kijken, is de ernst van de afwijking erger als een vries en meerdere bezit? Is bijvoorbeeld slokdarmverwijding, is dat erger als een vries bijvoorbeeld ook drager is van het dwerggen? Of bijvoorbeeld is het erger als slokdarmverwijding en aortaruptuur samenkomen? Hoe gaan we dit uitvoeren? Dan gaan we dus bepalen van het DNA-profiel van het Friese paard. Dus aan de hand van die 80.000 bazenparen. En we kunnen dus, als we iets hebben gevonden, die specifieke merkers voor bepaalde erfelijke gebreken toevoegen aan die 80.000 snipdata. Dus voor waterhoofd en dwerggen, dat wordt al toegevoegd aan die 80.000 snipdata. Dus als die data bekend is, dan weet je ook dat je veulen drager is van het waterhoofd en dwerg. En stel we vinden meer erfelijke gebreken, dan zouden we dat dus ook kunnen toevoegen. Dit is dus ook erg belangrijk voor de genetische diversiteit. En daarmee kunnen we dus ook de inteeltstatus op basis van het DNA bepalen. En hoe gaan we dat dan doen als we alles in kaart hebben gebracht? Dan is ons eerste doel het eigenlijk oplossen binnen het Friese paardenras. En dan willen we dus een zogenaamde routekaart maken met waar leggen we de focus op. Het is gewoon simpelweg niet mogelijk om te selecteren tegen alle genetische afwijkingen die er zijn. Stel bijvoorbeeld de frequentie van een bepaalde aandoening is 5%. Als je dan alle dragers, dus alle paarden die dragers zijn van die bepaalde aandoening, verwijdert, verwijder je al 34% van de hele Friese paardenpopulatie. En dit is nog maar voor één genetische afwijkingen. En we weten dus dat de Friese meerdere bezit. Dus dat kunnen we niet doen, maar we gaan wel echt een routekaart maken en dan prioriteren op basis van de ernst en de frequenties. En dus ook op basis van hoe zijn die afwijkingen gelinkt met elkaar. Dat moeten we dus ook echt goed meenemen. En we gaan dus ook focussen op het behouden van de genetische diversiteit, want dat is ook echt van belang om het Friese rat gezond te houden.